koeien en varkens die eten en honden en katten, dat doe je niet. Dat zijn gewoon huisdieren. Ik wil jullie een foto laten zien en aan de hand van de foto wil ik jullie mening weten. Dus dan mag je gewoon laten horen wat jullie denken en wat jullie vinden van de foto en wat jullie zien op de foto. Hou me vast. Mooi. Een man met een mes en een hondje en dode dieren of zo. Ja. En wat zegt de man? Dat hij van dieren houdt. Een foto met iemand die dieren slacht of zo. En ja, zie je het ervan? Wat zien jullie op de foto? Een jongetje of zo met een mes en een hond en allemaal dode dieren. En wat zegt die persoon? I love animals. Zij houdt wel van dieren. Een mooie hond. Ja. 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 Ja, maar mooie vis. Dat er weer een mes bij moet, dat hoeft nou, niet. Dat nee. Hoeft eerst kijken wat we allemaal zien. Een gast die heeft allemaal beesten vermoord. Ja, niet heel lief. En hij staat dan met een hondje. Ja, staat dan met een hondje. Ja, ik heb geen idee. Waarom hij dit doet? Waarom uit hij dan die hond? Dat is dan wel weer raar natuurlijk. Ja. Wat zegt die gast? Hij houdt van honden, maar hij houdt van dieren. Hij houdt van animals. Er liggen wel weer dode dieren weer omheen. Een beetje raar. Herkennen jullie ook wat voor dieren, waar het om gaat? Wat zou de bedoeling zijn van de artiest die deze foto heeft gemaakt? Eten. En wat vind je dan van deze foto? Nou ja, een beetje tegenstrijdig zeg maar, want zijn we allemaal dode dieren. Maar ook wel eentje levend. Ja precies, dus denk je dat die persoon van dieren houdt of niet? Ik denk alleen van een bepaald soort dier. Ja precies, want de dieren die hier liggen, zie je wat voor dieren dit zijn? Varkens en kip of zoiets. Dat zijn eigenlijk de dieren die wij eten allemaal. Hè? Wat denk je wat de artiest van deze foto wilde zeggen met deze foto? Zus is iets. Nou. Oh, ik ben hier echt te brak voor. Ja, dat heb je met de Snake Week, hè? Ja. Nou. Herken je die dieren niet? De dieren, dat zijn de dieren die we eten in onze maatschappij. Ja, oké. En hij ziet een soort van hypocrisie in de statement van deze persoon die zegt ik hou van dieren. Wat betekent dat? Hypocrisie is dat jij het ene zegt, maar het andere doet. Oké. Ja. Ja, ik... Ja. Houden jullie zelf van dieren? Ja. Nou, het is niet zo dat ik superveel ik van dieren hou. Ik heb geen huisdier, maar... Maar jullie zijn wel allemaal tegen dierenmishandeling, bijvoorbeeld? Ja, zeker. Ja, maar ja, dat is wel zo. Maar bijvoorbeeld zoals die beesten waar we gewoon van eten, dat... Ja, dat is ook wel lekker. Dat kunnen we wel gewoon eten. Ja. Ben je zelf iemand die van dieren houdt? Jawel. En jij? Ja, ook. En eten jullie zelf vlees? Ja. En als je dit dan ziet, wat denk je dan? Ja, het is tegenstrijdig, maar mensen hebben het ook nodig, vlees. Dus... Hoe bedoel je? We hebben het nodig voor onze gezondheid? Ja. En waarom hebben we het nodig voor onze gezondheid? Nou, er zitten bepaalde... Voedingsstoffen? Ja, voedingsstoffen en vitamine in. Welke voedingsstoffen? Dat weet ik niet. Ik ben geen expert. Je zegt het is lekker. Dus is dat de enige reden waarom je jullie eten allemaal vlees, neem ik aan? Ja, het is ook goed voor je. Ja. Oké. Het is lekker en het is goed voor je. Ja. Lekker, dat snap ik. Maar waarom is het goed voor je? Nou, er zitten vitamine in, toch? Of eiwitten? Is vlees het enige bron van eiwitten die, waar je eiwitten uit zou kunnen halen? Ja, ook uit planten. Ook uit planten. Uit wat voor planten, weet je dat? Daar zit ook niet veel in. Ja, maar wel wat. Oh, dit zijn die planten. Pindas is zo, toch heel veel? Ja, in principe zit overal eiwit in. Alle groenten en fruit bestaan voor 5-8% uit eiwitten. En in principe als je gewoon voldoende eet. Want hebben jullie enig idee hoeveel eiwit je eigenlijk nodig hebt per dag? Geen idee. 0,8 gram per kilo lichaamsgewicht. Dat geldt voor mannen als vrouwen, dat is allemaal in principe hetzelfde. Houden jullie zelf van dieren? Ja. Niet in het bijzonder of zo. Wel van rupsen. Van rupsen. Huisrupsen. Ja, nee, maar... Zijn jullie voor of tegen dierenleed? Ja, tegen natuurlijk. Tegen dierenleed. Ja. En eten jullie zelf vlees? Ja.
Oh, wat stom. Of wil je ons nu veganist maken? Ja. Nou, ik wil jullie vragen stellen. En dan laten nadenken over wat jullie eten en waarom jullie dat doen. Want het is in principe, het is zo'n sociaal geaccepteerd iets en zo normaal. En zoals jullie zelf ook aangeven, we denken er eigenlijk nooit aan en we weten daar niet zoveel over. Precies, het is cultuur. Maar cultuur, wat is belangrijker? Moreel of cultuur? Tja. Kijk, ik snap het wel. Ik vind te veel dieren op een bepaalde vierkante meter. Dat is natuurlijk ook niet leuk, zeg maar. Maar ja, ik hou wel van vlees. Dus ja. Wist je dat de Wereldgezondheidsorganisatie, dat is dezelfde organisatie die heeft gezegd sigaretten en asbesten zijn kankerverwekkend voor ons, vlees in dezelfde categorie hebben geplaatst als asbestes en sigaretten vorig jaar? Ja, maar dat zeggen ze wel van meer dingen. Dus ja, het is wel leuk dat ze dat zeggen, maar je kunt ook gewoon met mate eten. Stel je voor, je zou een hond hier zien lopen op straat. Ja. Iemand zou die hond mishandelen. Zouden jullie er wat van zeggen of iets tegen doen? En als dat nou een varkentje zou zijn? Die zou hier op straat iemand zou... En iemand zou die schoppen. Ja. Zou je dat van zeggen? Ja. Varkens zijn schattig. Ja. Of varkens zijn schattig? Ja. Ja, denk het wel. Als je van dieren houdt en je maakt ze af, hou je dan wel van dieren? Kan je dan van dieren houden alsnog? Ja, tuurlijk. Hoezo? Leg eens uit. Je hoeft niet van elk dier te houden. Het kan, gewoon een bepaald soort. Ja, precies. Dus een selectief deel van... Wat is dan het verschil tussen de koeien en de honden? Of de varkens en de honden? Of de... Ja, weet ik niet. Mensen hebben die dieren in hokjes geplaatst. Dat zijn gewoon koeien en varkens die eten. En honden en katten, dat doe je niet. Dat zijn gewoon huisdieren. Vind je smaak, want je houdt van vlees door de smaak, neem ik aan dan. Ja. Vind je smaak dan belangrijker dan het leven van een ander? Tja. Nee. Dat is een afweging die je moet maken, denk ik. Ja. Maar ja, we zijn het al zo gewend. Ja, want als, kijk, als nou om mensenlevens gaat, natuurlijk niet, maar... Ja. Dieren, ja, misschien wel. Nou, lastige vragen. Wisten jullie dat steeds meer en meer mensen de bio-industrie gaan vergelijken met de Holocaust? Wat vind je van die vergelijking? Ja, ik snap het wel, maar ik vind het wel een beetje overdreven. Ja. Waarom overdreven? Nou, het is wel anders, toch? Nee. Waarom is het anders? Nou. Moeilijke vraag, hè? Ja. Denken jullie überhaupt wel eens na over dit soort onderwerpen? Nee, nooit. En wat zou je dan vinden als andere mensen honden zouden eten? Ja, dat vind ik niet goed. Maar ja, dat is wel per cultuur is dat. Ja, precies. Dus in principe dat ze dat in China doen. Want dat we doen ze in China. Eet ze katten en honden. Ik weet niet of je dat wel op Facebook gevolgd hebt. Ja. Het Yulin Hondenfestival, waarin ze alle honden van straat halen. En dan vervolgens slachten om op te eten en dat soort dingen te doen. Dat vind je acceptabel? Nee. Nee. Niet met honden en katten. Als je alleen maar vlees zou eten voor smaakredenen, is het dan niet per definitie dierenleed? Nee, misschien wel. Vragen lastig. Het is hier te vroeg voor. En als je daar zo over nadenkt en deze foto ziet, wat denk je nu dan? Want je zegt wat stom. Ja, het wel met de neus op de feiten, ja. Maar het is per cultuur bepaald. Ja, precies. Maar je kan wel respecteren dat zij dat wel doen of vinden. Ja, op zich is dat wel logisch. Ja. Zij eten misschien minder varkens. Oké. Sorry? In India heb je, daar zijn de koeien zijn heilig. Dus dan eet ze daar geen koeien, maar weer andere dieren. Is gewoon per cultuur bepaald. Ja. Zijn jullie bewust van de ecologische consequenties van het eten van vlees? Ja, methane is dat. En dat de hele bio-industrie verantwoordelijk is voor meer dan 50% van de opwarming van de aarde. En dat ook voor de vervuiling, want de uitstoot van de dieren gaat in de grond, dat komt weer in het water komt weer in de zeeën. En dat als wij doorgaan op de manier hoe we nu doorgaan, hebben we bij 2040... dode zeeën. En als we dode zeeën hebben, kunnen we eigenlijk niet meer leven. Want zeeën zijn eigenlijk op dit moment de longen van de aarde. En die creëren zoveel zuurstof voor ons. Bijna 70-80%. En 2040 is eigenlijk heel dichtbij. Ja. Ga maar snel, man. Kijken we tegen die tijd weer. Kijk, hij mag ook wel zo. Nee, maar ze vinden altijd wel een oplossing, lijkt mij. Er moet wel voor zijn, inderdaad. Maar ja, wat? En als die oplossing is, minder vlees eten. Zouden jullie je consumptie van vlees naar beneden doen? Meegaat wel, denk ik. Minder vlees is wel een idee misschien. Minder sowieso, maar stoppen niet. Nee.
Stap is geen optie, vind ik. En waarom eten jullie vlees? Gewoon, het vlees is lekker. Oké, en is smaak dan belangrijker dan het leven van een ander? Nee. Nee. Zou je dan zeggen dat smaak belangrijker is dan het leven van een ander? Nee, dat denk ik niet. Ja, er zijn op zich genoeg koeien en varkens op de wereld. Dus... Maar dat, komt dat dan omdat wij dat creëren, procreëren en dat wij dat laten groeien? Ja, denk ik wel. Ja. En is dat dan een reden om dan die koeien door zo'n lijdensweg te doen, zeg maar? Ja, dat hoeft niet per se een lijdensweg te zijn. Je kunt ze ook gewoon normaal laten opgroeien en zo. Je hoeft niet per se meteen koeien en varkens vet te mesten. Je kunt het gewoon biologisch eten. Smaak blijft belangrijker dan het leven van een ander. Ja. Ja, dan andere dieren, zeg maar. Ja, andere dieren, ja. Maar ze moeten geen honden slachten om dan hondenpootjes te maken of wat. Maar in China vinden ze dat heel lekker smaak. Het smaakt net als kip. Ja, een bepaald dorp toch? Alleen een stad doet dat. Ja, in heel China wordt het wel gegeten, honden en katten. Het is eigenlijk illegaal, maar in Yulin. Je hebt het Yulin Hondenfestival, heb je vast van gehoord op Facebook en al die dingen. Daar vinden mensen het heel lekker. En in India vinden ze bijvoorbeeld koeien absoluut verschrikkelijk. Dus daar kijken ze tegen jullie aan, zoals jullie koeien eten en behandelen, als jullie tegen de mensen in China aankijken. Ja. Denk je dat je vlees nodig hebt voor je gezondheid? Je kunt er wel zonder. Ja. Maar het is wel lekker. Dus je hebt het niet nodig voor je gezondheid? Nou, is het... er zullen vast goede dingen in zitten, maar... Dat kun je ook uit andere dingen halen. Is er dan überhaupt een humanistische manier van het slachten van een dier dan? Een respectvolle manier? Gewoon is doodgaan. Denk natuurlijk wel, dood. En als je dat niet nodig hebt voor jouw gezondheid, is het dan nog steeds een respectvolle manier? Als ze gewoon natuurlijk doodgaan, ja dan wel. Ja, als ze natuurlijk doodgaan, door middel van leeftijd? Ja. Ja. En hoe lang kan een koe leven, denk je? Geen idee. Zo'n 20 jaar. Ja. En wat is de, hoe lang leeft een koe die voor de voedselindustrie opgegroeid wordt? Veel korter natuurlijk. Ja, 4 jaar ongeveer. Ja. Dus 20% van zijn verwachte levenstijd. Is het dan nog steeds respectvol? Ja, dat weet ik niet. Geen idee. Ik denk niet eigenlijk, maar er kan ook iets anders met die koe aan de hand zijn, zodat hij ziek is of zoiets. Wat vind je daar dan van? Vind je dan dat hun wel het recht hebben om dat te eten in China, omdat ze de smaak zo lekker vinden? Ja, het is daar meer van, hun vinden dat veel lekkerder. Dus ja, zij zijn daarmee opgegroeid. Meer de cultuur inderdaad. Dat vinden zij normaal. Hun vinden dat normaal en wij vinden dit normaal, zeg maar. Dus dan, ja, het is gewoon iedereen zijn eigen, vind ik. Ja, ik dus het is een persoonlijke keuze, ja. In principe. Je weet gewoon niet beter, zeg maar. Maar kan het een persoonlijke keuze zijn als een ander iemand iets wat leeft, zijn leven daarvoor moet opofferen? Ja. Ik vind het blijft lastig deze, hoor. Je blijft lastig. Ja. Moet je langer over nadenken, denk ik. Denken jullie überhaupt wel eens over jullie eten op deze manier? Nee. En wat vind je ervan als je nu op deze manier erover denkt? Nou, ik ga er niet anders. Ik ga er niet op letten of ja, nee. Misschien in de supermarkt iets van beter leven of zo. Als je het niet nodig hebt voor je gezondheid en je doet het puur door smaak, is het dan niet per definitie dierenleed om te betalen voor andere mensen om een dier te slachten en op te laten groeien voor jouw smaak? Wat een moeilijke vraag, hè? Ja. Ja, nee. Ja. Nou, ik heb in ieder geval jullie een beetje laten denken over dit hele onderwerp. Mocht jullie nou geïnteresseerd zijn, hebben jullie Netflix thuis? Yes. Ja. Voor het ecologisch standpunt is een hele goede documentaire, gewoon puur om te kijken, Cowspiracy. Dus niet Conspiracy, maar Cowspiracy. En als je iets wil weten over gezondheid en wat vlees eigenlijk met je doet, heb je op Netflix nog een hele goede, dat heet Forks Over Knives. Oké, nou, hier hou ik het bij. Heb ik in ieder geval zo over na te denken. En wie weet zien we elkaar nog een keer en dan gaan we verder met het interview. Zin is goed. Bedankt.